Nou Gijs, waar heb je me nu weer mee naartoe genomen? Op deze mooie zonnige dag. In deze leuke omgeving. Ligt een leuk kunstwerk misschien? We zijn hier in de Bijlmer, zoals je kan zien. En een aantal jaar geleden is hier een beeldenroute gestart. En heeft een zekere Pascal Martin Tayou hier een aantal pissende negers in het water geplaatst. En ik moet je zeggen dat ik het best goed vind. Dus... Staan ze te pissen dan? Hij is natuurlijk een allochtoon. Hij komt uit Cameroen en woont dan in België. Manneke pis. Ik weet niet, het zal ergens daarmee te maken hebben. Mannetje pis, maar ook dat hij pist op hoe hij bejegend wordt als allochtoon door die Belgen natuurlijk. Door het Vlaamse blok. Je ziet dat natuurlijk niet echt zitten, zo'n neger, nou, bij hun in de stad. Misschien kan je zo meteen wat beters maar voor zitten. Ik vind het best, ja. Ik vind het best goed. Mag ik je wat vragen? Niet dus. Kun je mij wat vragen? Ook niet. Nee. Niet? Meneer. Niet? Druk? Ze zijn een beetje gehaast hier. Dat is toch gaaf voor een neger. Ik vind het ook jammer dat het pissen niet meer werkt. Ik zag op internet een hele discussie dat dat toch niet zoveel werk moest zijn. En een ander iemand zei dat dat wel heel veel werk was. En een andere mevrouw zei dat het heel makkelijk was om iemand aan het plassen te krijgen. En jammer dat ze het niet meer doen. En waarom is dat zo, dat ze het niet meer doen? Ze hebben op een gegeven moment een lekkage gehad bij het monument. En toen hebben ze deze uitgezet. En voor de rest... Is de waterlading niet betaald? Ik denk het, ik weet het niet. Heb je enig idee wat de betekenis is? Nee. Hij heeft wel een beetje een klein snikkeltje, vind ik. Het is koud, hè? Oh, dat is het. Maar je vindt het niet aanstootgevend, dus met die blote snikkels hier gewoon een beetje... Je ziet er weinig van, dus nee. En voor kinderen dan? Ze zijn het gewend hier in de buurt, ze weten niet beter. Ze kunnen wel wat hebben hier. Jawel. Is jouw lul groter of niet dan van die negen? Mijn lul is zeker groter. Maar vind je het aanstootgevend, die naakte man in het water? Ik vind het niks. Je vindt het niks? Nee, het avond is het heel erg eng. Maar nou, eng? Is hij te klein voor je? Nee, het ziet er gewoon eng uit, avonds. Je bent wel wat gewend. Het gaat om de kunst, hè, Gijs, nu. Oh ja, we dwalen af. Vind je het een mooi beeld? Nee. Nee? Heb je wel wat met kunst? Nee, nog niet. Vind je het niet belangrijk dat het staat in op straat? Nee. Zonder van het geld? Ik vind dat ze wat anders met het geld hier kunnen doen. Wat dan? Mensen helpen die geen onderdak hebben, bijvoorbeeld. Maar dat moet dan in de plaats van kunst? Of en-en? Ja. Het zou eigenlijk alle twee moeten. Nee. Nee? In plaats van kunst. What do you think about the statues there in the water? You know it? Yeah, I know it, but... Well, it's beautiful and... Yeah, you like it? Yeah, I like it. It's emotional to me. Yeah? So, yeah, it's okay. Everything is possible here in Holland. Yeah, so, free liberty. Yeah. Het is een aandenken van niet hier en daar pissen. Ik denk het wel. Oh, alleen in het water pissen. Maar misschien is dat het. Yeah. Dat hij bedoelt niet daar pissen, maar pissen in het water. Had het niet gewoon een blanke moeten zijn? En waarom moet het dan per se een neger zijn hier in de Bijlmer? Het is een neger. Ik zie dat is een neger. Ja, maar neger, smeger. Het zijn allemaal verschillende kleuren. Nee, maar hij heeft dreads en het is gewoon een neger. De maker is ook, komt uit Cameroen. Ja, zwervers hebben ook dreads. En die staan onder bruggen te pissen meestal. Ja, ga je. Daar ga je al. Dat is het dus. Ik let er niet echt op. Je let er niet op? Nee. Dat moet je wel een beetje doen. Waarom? Ja, dat is leuk. Leuk. Het is toch grappig om te weten waarom iemand dat doet. Ik zou het thuis even googlen. Ik weet niet waarom ze daar staan. Het is geen aantrekkelijke man, of wel? Nee. Jij zou er niet in vallen? Nee. Hij is wel gespierd. Gespierd. Dat vind je wel wat. Alleen die snikkel, hè? Die snikkel valt je een beetje tegen. Niks. Nee. Hoor dit nou, Ruud? Want ik ben het wel belangrijk, de maat. Nee, jij bent het niet. Maat is het toch belangrijk? Meer. Je moet het toch kunnen gebruiken. Kijk, size does matter, Ruud. Al die verhalen komen we daar dat uit. Dat het eigenlijk om wel degelijk om maten gaat. En maatvoering. Maatvoering, daar gaat dit eigenlijk helemaal over, denk ik. Maar ik denk dat hij dat ermee bedoeld heeft. Dat,
dat het belangrijk is dat je een grote lul hebt. Ja, waarom had hij hem dan niet wat groter gemaakt bij zichzelf? Om die discussie op gang te brengen, denk ik. Ah, oké. Ik vind het wel apart. Waarom plassen de mannen in de Bijlmer? Ja, dat vroegen wij ons dus ook. We hoopten eigenlijk dat u het antwoord daarop had. Nee, dat weet ik niet. Ik vind het alleen maar een beetje apart, omdat het juist in de Bijlmer, plassende mannen, wat heeft het met de Bijlmer te maken? Dat is wat in mij opkomt als ik elke keer langs fiets. Ik vind het wel mannelijk van je dat je dat helemaal gaat doen. Ik ga graag de mensen in de Bijlmer helpen om het aanstootgevende beeld aan te pakken. Het staat je wel goed, zo'n pak. Het loopt wel een beetje kut. Kijk, hoppa. Hier heb ik die kunstenaar Spiemel verstopt. Nou, Gijs, vanaf de kant leek hij kleiner. Die snikkel en die reet is te groot. Dan ben je ook een lullen. Je hebt de verkeerde luis. Ja, wist ik veel dat het niet past. Sta ik bij dat godverdomme bij dat beeld. Nou, kom er maar weer uit dan. Past die fucking lui weer niet. Blijf vooral posten. Wij zijn er volgende week weer. Ik doe een goede daad. En ik hoop dat Ruud er nog uitkomt. Ruud, ik zie je wel in de auto, ja? Hoi. Ja.